We namen je al mee in hoe je meer lef kan tonen en initiatief kan nemen. Vergeet hierin zeker ook niet te kijken naar wat voor jou de reden is om meer lef te tonen. Je grenzen aangeven is sterk. Maar weet jij ook welke grenzen je wilt aangeven en waarom je deze moet bewaken? We horen het heel vaak en we zeggen het ook vaak. Ik zou wat minder willen moeten. Maar weet jij ook wat je nu wel nog wil en waarom je het zo moeilijk hebt met de rest? Hiermee aan de slag gaan zal ervoor zorgen dat je veel gerichter je grenzen gaat aangeven. De eerste stap daarin is te weten te komen welke externe of interne triggers voor jou een gevoel van te veel bezorgen. Aandachtig zijn voor deze triggers, ze noteren voor jezelf en gaan kijken of er opnieuw een gevoel van te veel ontstaat als deze trigger zich opnieuw voordoet, is een eerste stap om lef te tonen. Elke maand opnieuw kan er bij jou een belemmerende overtuiging optreden die ervoor zorgt dat je je collega gaat helpen. Een belemmerende overtuiging in de zin van ik zal hem maar helpen, want ik moet toch alles onder controle houden. Ik zal hem maar helpen, want ik kan toch geen nee zeggen. Ik zal hem maar helpen, want wat gaat hij anders van mij denken? Deze belemmerende overtuiging bezorgt jou een gevoel van te veel. Deze belemmerende overtuigingen gaan herkennen, ze durven uitspreken voor jezelf en er alert voor zijn vraagt lef. Er nadien mee aan de slag gaan zal ervoor zorgen dat je grenzen kan aangeven vanuit de kern. Met de juiste focus en met het juiste doel voor ogen voor wat jij echt wil. Ik daag jou daarom uit om die belemmerende overtuigingen te gaan noteren, te gaan detecteren voor jezelf, te gaan kijken welke interne of externe triggers oorzaak zijn van die belemmerende overtuiging. Ze dan te gaan ombuigen naar een positief doel, iets wat jij echt wil, en van daaruit de communicatie te starten om je grenzen aan te geven. Ik wens je veel succes.